White Man White Man Can Smash tegen... Dit is best of pittig five. Weinig. Dit zijn de losers finals. Jullie zitten in de finale. Team Onzeker in het blauw tegen White Man Can't Smash in het rood. White Man Can't Smash. Losers finals. De winnaar van deze match mag tegen Free Money. Hoi. Oh, we moeten natuurlijk wel iedereen in beeld hebben. Ja, helemaal. Kijk. Van links naar rechts, Yoshi, Yar, Dimes. Oh nee, eerst is het Blondie, oftewel Champions League, oftewel CL. Ik ben benieuwd of we weer meer van die Peach Capriolen gaan zien. Ik vond het erg entertaining. Ja, Yar, Yar is... Gaat Yar weer downen? Ja, het is ja, de C-stick. Het down is de smash, C-stick. Down smash, down smash. Gebruikt het alsof het weet ik veel wat voor het toy is. Hij loopt eraan te frunniken, alsof het zijn dinky toy is. Alsof het de C-spot is. Oh. Maar blijven ze het wordt al laat, dames. Het wordt al laat. Hoe laat is het trouwens? 10 uur. 10 uur, dat valt best. Oh, en Yoshi met een gigantisch harde forehand. En Peach met de volgende slag. Ja, dit ziet eruit als een snelle match, dames en heren. Ja, ze vliegen. Ik heb het gevoel dat ik net in tune en het is eigenlijk al, iedereen heeft dan stoksbal. Dr. Mario en Nintendo. Oké, daarom even een huishoudelijke mededeling. Laat het licht aan in dit toilet. Oh, dat is voor de kijkers thuis natuurlijk onnodige informatie. Nou, de C-stick hoewel, jullie, hoewel jullie in de thuis ook wel een toilet zullen hebben. Hier komt Cherkels weer. Oké, waar zijn we dan? Heeft Joep heeft ook, Joep de barman heeft wat, heeft vorige keer geweldig commentaar gemaakt, maar gaat hij nou niet meer doen? Nee, het was hem, nee. Hype. Skippen. Ja man. Ja, thanks mate. Zo, so, lekker Joep. Joep de barman. Joep de barman. Joep op de kop. Hoe doet Joep dat? Hoe doet hij dat? Ja, die barman kan okay, alles. Oké, nou laten we maar dan de Volkswereld deze super interessante... Inderdaad, Ruben okay, heeft helemaal geluid. Het was een plek geweest als de co-commentator die deze zegt. Zonder microfoon. Doei Joep. Doei Joep. Joep gaat weer naar de bar, waar hij thuis hoort. Nee joh, gaat goed. We gaan nu weer... Ja, sorry. Lucky zegt dat we commentaten moeten commentaten. Ja, de mensen in de match als we verbeteren als commentaar. Zo, dat is het niveau hier. Nee, Chris Lightning! Chris Lightning, oftewel Champions League, oftewel Chris. Ik vind Champions League ook wel fijn. Ja, want de Champions League is beter. Alleen hij speelt nu de UEFA Cup. Maar kan hij promoveren naar de Champions League om vervolgens tegen die Free Money te spelen? Ja, Jack, ik denk, oh, welk team heb jij liever? Ik sowieso Lucky Chris vind ik leuk. Maar Lucky kwam er net, ik ga toch even focussen, kwam een geweldige down smash in. En ik vind dat echt, dat is echt een lucky move en die moet hij nog vaker gaan gebruiken, want dat is super solid. Gewoon een soort op pil, down smash, is zo goed. Kijk, Lucky met zijn pil, lekker zonen. Chris, mijn tip is er iets te laat. Lucky verliest zijn leven erom. Chris ook bijna. Nee, Chris, je haalt het wel. Hij heeft nog een jump. Oh, goed voor de edge gegaan om de downsmash te ontwijken. Het is niet heel verbazingwekkend dat daar een downsmash komt natuurlijk. Laten we wel wezen. Zo, dan weer een downsmash. Ja, weer een downsmash. Ja, ik spoel het spel eigenlijk. Alweer! Downsmash en springen en dat is het dan wel. Eigenlijk, want als je tegen Jarek staat, het enige wat je moet doen, is gewoon niet je DI naar beneden houden. En dan komt het wel goed. Trek het gelijk. Gelijk trekken. Is het 1-1? 1-0 toch? Oh, het is 1-0. 1-0. Sorry. Ja, ik was maar even naar het toilet. Ja. Eigenlijk, de commentatoren zijn duidelijk met hun hoofd ergens anders. Gelukkig heb jij geen microfoon. Ik zou een grote level pakken als ik jullie was. Ja, groter. Ja, als je leeft op mijn hoogte dan... Niet zo groot! Oh! Nee joh! Oh man, niet zo groot! En wat is de nee, ja, nee, ik dacht Norfair, weet je, is prima, heeft kleine hitboxes. Dit is weer echt Peach droom. Dit is echt een natte droom van Peach. Ja, echt waar. Oh, e-sports, Cherk, e-sports. Nee, natuurlijk, ja, denk Cherk wel vaker na over de natte droom. Ja, hij is oh, die was nice. Grab tipper. En Yoshi maakt er een eind aan. Eind aan schrijven. Hij is klaar, man. Down smash. Ik vind Ganondorf trouwens wel echt, echt man.
Ja, ja, en dan zo'n sexy chick als Peach erbij. Dat is toch, ik vind Peach is denk ik echt zo'n ondeugende sorority girl, weet je wel? Ja, het is een beetje, ja, ik denk dat Peach wel van, oh, mooi opgemaakt, ik zeg je. Ja, nee, ja, of... Hoe zoekt vrouw presenteren? Ja, vind je dat? Ja. Ik weet niet, man. Maar wij zijn hier natuurlijk altijd Dr. Mario, want je zit niet voor niks de farmacie. Ja, Dr. Mario heeft natuurlijk thuisvoordeel. Ja. Nou, Stok staat redelijk niet meer gelijk. Oh, de down smash, natuurlijk de down smash. Gaat nog wel redden daar, de Ganondorf. Iemand had hem daar een beetje moeten edgeguarden. Denk Lucky. Iedereen blijft ook maar in die fucking down smashes trappen. Oh, weer down smash. Moet een voor zijn in de geschiedenis van what the fuck? Zou dat niet bijgehouden wordt op de down smash? Ja, hij wordt nu met de down smash uitgekomen. Nou, maar het is heel mooi met die vorige money match. Vorige, toen zei ik ook, een down smash niemand. En dat heeft je eigenlijk gewoon zo opgepikt van, oh, ik moet het alleen maar gaan doen gewoon. Ja, ik had niet door dat in het Dr. Mario ditto was. Ah, oh, down smash, tuurlijk. Je hebt een soort van Parkinson op de C-stick. Oh, weer de onderspect. Oh nee, kijk eens. Ja, behalve als Chris de counter eruit gooit. Oh, Yark met de forward. Nee, dat is dash attack. Oh, dash attack. Nee, dat niet. Goeie cape. En de down smash. En down smash. Weet je wat Team Rood moet doen? Weet je wanneer je niet kan down smashen, Erik? Als je lukt. Inderdaad. Oh, dit is een hele fijne synergy. Dus? Geniet ervan. Gewoon down smash. Nee, ze moeten gewoon Peach in de lucht krijgen. Maar ja, dat is pittig als ze de hele tijd loopt te crouch cancelen. Dus je moet gewoon met een snelle grab en er in de lucht gooien. En dan op Ganon focus. Het staat 1-0. Team Rood gaat het erg moeilijk krijgen. Ja. Team Onzeker. Ja, leidt hier een 2-0. Leiding te ja, gaat allemaal goed. Ja, Peach die is aan het down smashen. Ja, ja, ja. Ja, Peach. Jawel, jawel. Ik ga voortaan ook met Peach spelen hoor. Niet in de geest. Dat kan ik. Goeie edgeguard. Ik ben even aan het commentaten, man. Er zitten hier 1000 mensen. Ik ben aan het commentaten. Als je gesprek wil hebben, doen we het gewoon. Ja. Ah, en de down smash doet het hem. Nee, 2-0 is het. Het is 2-0. Lieve, het is voorbij. Het is losers finals. Oh, dat klopt. Oh, wat hype. Best of 5. Dus, white man can't smash. Zijn nog in de running. Battlefield. Ze kunnen nog hun naam omwaarmen. Battlefield. Echt waar. Battlefield. Dat ze niet helemaal partijen gingen. Het is niet zo dat ze in de finale tegen de winnaars van deze match moeten spelen. Nee, ik wil tegen Lucky en Chris, want dat is leuk. Ja, nou, ga ik doen nu. Oh, Dr. Mario, getting a taste of my own medicine. Mata! Was hij zomaar op doel was een shut pull? Oh nee, hij recovered. Hij recovered. Wat kut. Waarom moet Lucky me grap nou weer? Ik ben zo'n typische commentator die commentator. Nee, die zichzelf belangrijker vindt dan de match. Zo'n Sea of the Boss ofzo. Oh, de backhand van Yoshi. Zo powerful. Die hitbox zo intens. Gaat hij finishen met de... Nee. Oh! Waarom? Ja, weet je wat het is? Als je daarvoor valt, dan maakt een stage ook niet uit. Weet je wel? Ja! Of lukt ik even Lucky de back throw? Doe dat hem wel. Helpt Chris mee. Hele verstandige keuze. Moet nu. Oh! Oké, ik ga nog één keer. Als je in de down smash komt, niet naar onder die eyen. Ik denk dat we die eye maar moeten gaan uitleggen. Pineapple van Lucky. Lucky is er klaar mee. Ja, Dime zegt geen top lijken. Ga er vandoor. Ja, moet je doen.
ik ga even terugstreken, wacht even. Hey Joepie, hey. Joep de barman. Joep de barman gaat ons verlaten om in een kutbar te gaan werken. Barman gaat er door. Hey, doe liefjes. Hey, kom nou, zeg ik nog even een tommetje doen. Geen probleem. Jij mag altijd. Waarom, dit wordt ook een regel, niet wisselen van commentators tijdens een match. Dat is zo... Ik zijn lachend. Ik heb... Nee, Erik was echt ondersteunend. Ja, Erik was goed. Maar de mensen zijn nog erg tijdens bezig. Er staat tussen alle twee. Zeker. Ik vind hem ook wel... hij is niet kaam, anders zou het wel kunnen worden. Ja, hij is goed. Ja, tuurlijk. Komt er een tip in? Nee, er komt wel weer een downsmash. Oh, te laat met al het schild. Weer, oh, ze hebben al twee pineapples in het team. Ja, en een peach bomber. Kilt hij met de peach bomber. Oh, recovery. Ja, zo'n applausje. Ja, is goed. Frying pan, geniaal. Het is voorbij. Pittige tijden. 10-0. Ja, de Frank heeft nog niet gecommenteerd. Kom even commenteren, Frank. Oh ja. Dit gaat ik met 12 commenteren.